In de oude Joodse context was het gebruikelijk om bijvoeglijke naamwoorden te vormen door affiliatie of associatie. Om bijvoorbeeld te verwijzen naar een boze persoon sprak men van de zoon van Toren. Om naar een mens te verwijzen sprak men van zoon van de mens. In het geval van Johannes, die een asociale en ruwe man was, meldt de Bijbel dat mensen hem de zoon van de donder noemden. In hoofdstuk 5 van het boek van Johannes legt Jezus een verklaring af die hem bijna heeft gedood. In de versen 17 en 18 lezen we, maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde. In onze westerse mentaliteit is affiliatie gerelateerd aan oorsprong. Veel mensen denken dat Jezus werd geboren uit God de Vader, omdat de Bijbel hem presenteert als de Zoon van God. Dit is echter een lezing die de culturele context van deze term niet kent. In de Oosterse mentaliteit wordt affiliatie gebruikt om de natuur tot uitdrukking te brengen. Mensenzoon is een mens. Zoon van het kwaad is slecht. Zoon van God is goddelijk. Merk op dat de tekst zegt dat toen Jezus zei dat hij een kind van God was, de Joden begrepen dat hij zichzelf gelijk maakte aan God. Deze uitspraak was schokkend in die tijd en is vandaag nog steeds schokkend. Stel je een moment voor, God stapte op onze kleine planeet. Geconfronteerd met dit nieuws zijn er slechts twee opties. De eerste is om te denken dat Jezus een gek was die een grote dwaalleer verkondigde. Of de tweede optie is om te accepteren dat hij God is en dat hij de enige oplossing is voor de toekomst van onze planeet. Wat kies je?